Hoi, ja, je ziet het goed. Vandaag heb ik een nail art zonder stempelproducten en met producten voor een freehand nail art. Want deze nagels heb ik gemaakt voor de Nails vs. Nails. De battle die ik samen met Ramona van Beauty Nails Fun heb. En de battle van deze maand was om omgekeerd te doen. Dus Ramona, die normaal altijd met freehand producten werkt, is deze maand gaan stempelen. En ik heb deze freehand nail art gemaakt. Ik heb gekozen om een bloemetje te maken en er een beetje een koninklijk tintje aan te geven door met oranje, rood, wit, blauw de nagels helemaal af te maken. Ik heb een bloemetje gemaakt met oranje hartjes en ik hoop dat jullie hem leuk vinden en veel plezier bij het kijken. Om te beginnen heb ik mijn nagels gelakt met dit kleurtje van Bourjois. En dat is een Solac Glossy nagellakje en die is uit de nieuwste lentecollectie en... Hij heeft een hele moeilijke Franse naam. Het is nummer 04. Amande Défilé. Ik heb geen idee of ik het goed uitspreek hoor, maar dit is hem. En dit is een tijdelijk kleurtje. En hiervan heb ik twee laagjes aangebracht en heb ik helemaal laten drogen. Vervolgens heb ik een aantal kwastjes uitgezocht die ik wil gaan gebruiken. En deze ga ik sowieso gebruiken voor de bloemetjes. Die heeft een beetje een... Ja, een puntig kwastje en klein. Dus ik denk dat ik daarmee wel aardig een bloemetje kan maken. En als tweede denk ik dat ik deze mini dotting tool ga gebruiken. Ik ga voor deze nail art gebruik maken van acrylverf. En ik heb hier witte, oranje en zwarte acrylverf uit van die tubetjes. En dat heb ik al even aangebracht op mijn Conad Spons paletje. Zodat ik het daar makkelijk van af kan pakken. Nu wil ik aan deze kant van mijn nagel een soort bloemetje maken. Dus dan ga ik drie bloemblaadjes maken. En dat ga ik doen door een beetje een druppelvorm te maken. En ik ga dit dus doen met acrylverf. Ik heb het nog nooit eerder gedaan. Dus ik vind het wel spannend om te doen. Ik ga een beetje een druppelvorm tekenen. En dat ga ik dan drie keer doen. Zo een beetje. Ik ga ze nog ietsjes groter maken, denk ik. Zo, dan ga ik het een klein beetje op laten drogen en dan ga ik er nog een keertje over. Want ik vind het zo nog niet heel erg mooi, het witte. Dus ik ga er straks nog een keertje overheen. Ik ga nu nog een keertje over de bloemblaadjes, gewoon weer met dezelfde witte verf. Misschien is het wel een beetje te dik geworden of zo. Zo. Oh, nu worden ze al beter. Nu worden ze al beter wit. Gelukkig maar. Dus nu breng ik hier dus nog een laagje over aan. Over die bloemblaadjes. Zo, en dit ga ik eventjes laten drogen. Als de witte blaadjes droog zijn, ga ik met een heel dun, langwerpig kwastje met een aantal haren... ga ik heel voorzichtig in de zwarte lak... Nee, niet in de lak, in de verf. Ik moet er echt heel erg aan wennen. En dan ga ik om de blaadjes heen. En dat ga ik een heel dun lijntje proberen te zetten. Laat ik hem hier een beetje uitlopen. Zo. Dat je de bloemblaadjes zeg maar een beetje meer diepte geeft. Zo. Dan ga ik nu in de blaadjes nog een heel klein zwart streepje zetten. Zulke kleine, van die veegjes. Dat je iets meer detail krijgt in het bloemetje. Dan pak ik mijn dotting tool en die dip ik in de oranje verf. En... daarmee ga ik kleine stipjes zetten hier zeg maar in het hartje van het bloemetje. En
En dan ook een beetje over het begin van die, van die zwarte sprietjes heen. En dan lijkt het toch best aardig op een bloemetje, vind ik zelf. Vervolgens ga ik uit het bloemetje ook nog wat oranje stippen laten komen. En die ga ik hier zo naar de bovenkant doen. En vervolgens ga ik datzelfde doen met rood, wit en blauw. Als de Nederlandse vlag dus. Dus met rood. Met wit. En met blauw. Dan is de laatste stap een topcoat aanbrengen. Nou, door de topcoat zie je wel dat de kleuren veel mooier bij elkaar passen en ja, krijgt het bloemetje ook iets meer vorm. En dan is dit uiteindelijk het resultaat. Een leuk oranje bloemetje met oranje, rood, wit, blauwe stipjes ernaast. Ik vond het een hele opgave om deze nail art te maken, maar ik ben toch nog best wel tevreden met het eindresultaat. Ook al zijn de bloemetjes niet overal helemaal ja, goed zichtbaar als een bloemetje. Ik vond het wel leuk om hiermee te experimenteren en doe de duimpjes omhoog als je graag meer van dit soort nail arts wil zien of met probeersels in een filmpje. Laat me dat weten. Doe je duimpje dan omhoog, dan weet ik dat. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken. Een hele fijne Koningsdag en Koninginnedag. En tot volgende week. Doeg!